Goedendag, mijn naam is Patrick Beaumont. Ik ben heilpraktiker en homeopaat in Sint-Odilenberg, Limburg. Ik behandel sinds 5 jaar mensen met ziekte van Lyme. En wat is ziekte van Lyme? Ziekte van Lyme is een bacteriële ziekte. Wordt veroorzaakt door spirocheten, Borrelia, burgdorferi bekend. Mijn ervaring is dat ziekte van Lyme niet alleen door theegebeten overgedragen wordt, maar kan ook via muggen, vloeien, luizen, dus eigenlijk alles wat bloed zuigt, overdragen worden. Ziekte van Lyme maakt circa 300 Symptome, unter anderem schwere Symptome, so als MS, ist auch bekannt, statt bekannt bei Parkinson. Senuandoeningen, gewrichtsandoeningen. En dan bestaat nog een vorm van neuroborreliose. Dat is, dan zit die lijm meer in de hersenen, in de hoofd. En deze mensen die hebben zware lasten. Waarom is ziekte van lijm zo moeilijk te genezen? Ziekte van lijm kan zich aanpassen aan ons systeem. En kan zich verstoppen in het lichaam, dus vaak. Punt 1, het wordt niet opgespoord, het wordt niet gevonden. Die officiële ziekte van Lyme meetmethodes of testmethodes zijn heel onnauwkeurig. Onder andere deze ELISA-test die in Nederland toegepast wordt. Zoals ik zei, Lyme past zich aan, dus kan zich in het lichaam verstoppen. Dat maakt het genezen daarvan heel moeilijk. Mensen die bijvoorbeeld bioresonantie therapie gedaan hebben, die voelen zich beter, maar uiteindelijk was die lijm of is niet opgelost daardoor. Zo is mijn ervaring en bij mij komen heel veel mensen die hebben al meerdere ervaringen opgedaan met verschillende therapeuten. Die mensen voelen zich beter, maar de lijm zit nog steeds in het systeem. Hoe constateer ik bij mensen ziekte van lijm? Ik heb leuke methode gevonden, dat heet levend bloedanalyse of donkerveldmicroscopie. Dat is een hele aparte soort microscopen waar wij levend bloed zichtbaar kunnen maken. Wat kunnen wij zichtbaar maken? Rode bloedlichaampjes, witte bloedlichaampjes, dus leukocyten, lymfocyten, maar ook bacteriën die dan niet horen of schimmels kunnen wij zichtbaar maken. Ik heb hier maar een voorbeeld, een filmpje gemaakt. Hier kun je zien dat spirocheten uit de rode bloedlichaampjes komen. En dat is dat wat die doen, daarom is het zo moeilijk opspoorbaar. Die verstoppen zich in de lichaamscellen. Waarom hebben lijmpatiënten zoveel last van straling? Straling verzwakt ons immuunsysteem. Nu is ons immuunsysteem bijvoorbeeld bij ziekte van lijm door zware metalenbelastingen, door candida, andere bacteriën, Milieuvergiftigingen sowieso al verzwakt. En normaal kan ons lichaam heel goed, ons immuunsysteem kan heel goed met dingen omgaan, met enkele dingen, maar dat alles samen wordt te veel. Dus daarom, als dan bovenop nog die straling komt, wordt het te veel voor het lichaam. Dat kan je niet meer verwerken. En dat is de reden waarom gezonde mensen niets van straling voelen en mensen die ziek zijn, hypergevoelig daarvoor zijn. En dat bouw je met de tijd op, dat komt ook niet in één klap. Het tweede is, straling blokkeert onze ontgiftiging. Als je 's nachts in straling ligt, is je lichaam niet in staat om te kunnen ontgiften. En slaapproblemen, dus melatonine wordt vaak door straling blokkeerd, het aanmaak van de melatonine. En dat is een groot probleem, dus daarom hebben veel mensen met Lyme, maar ook andere ziektes, meer last van straling. Is de rol van spinnenversie in deze proces. Spinnenversie betekent eigenlijk spin, dus het heeft iets met draaien te maken. Elektronen, die om die cellen draaien, in ideaal geval rechtsom. Door deze spinnenversie beginnen die elektronen om die cellen heen links te draaien. Dus dat is wat ik daarvoor al benoemd heb. De reden waarom een cel niet kan ontgiften. En een cel die Giftstoffe vasthoudt, die kan ontarten of overlijden en kan ook geen goede stoffen meer opnemen. Dus dat is eigenlijk die blokkade,
dat mensen heel slecht kunnen herstellen als ze in straling liggen of daardoor ontstaan spininfarctie. Spininfarctie wil eigenlijk zeggen dat is de totale stralingsbelasting, het laatste puntje. Hoe kan ik zien of iemand stralingsbelasting heeft in het bloed? Ik heb hier een heel mooi voorbeeld. We hebben een test gedaan bij iemand die kwam stralingsvrij hier binnen. Hier kunnen we misschien even kijken. Ja, hier staat het bloed zo uit. Dus dat is aan zich best wel gezond bloed. Deze man was al behandeld. En we hebben hem 20 seconden laten bellen. En daarna zag het bloed zo uit. Dus dat is de verschil tussen stralingsbelasting en stralingsvrij. Hoe behandel ik de ziekte van Lyme? Ik heb, wat ik al verteld heb, zelf ziekte van Lyme gehad. Dus ik was mijn eigen versuchsobject. Ik ben jarenlang bezig geweest om een goede methode te vinden. Ondertussen, na 15 jaar, heb ik echt mooie dingen gevonden. Dat is de eerste stap is, wij ontgiften die mensen en beginnen langzaam die bacteriën die niet in het lichaam behoren, uit het lichaam te verwijderen. Nu, wat net zichtbaar was, dat ziekte van Lyme zich in de cellen verstopt, is het moeilijk om deze te pakken te krijgen of sommige Lyme-bacteriën die verkapselen zich, dus die komen niet zomaar, die kunnen wij zo niet aanpakken. En daarvoor heb ik dan die Frequentiemethode naar Dr. Reif ontdekt. Dat is geen nieuwe uitvinding, dat bestaat al heel lang, maar dat werkt bij Lyme heel effectief. Dus zo krijgen wij de hele Lyme en Candida en andere bacteriën uit het lichaam. De rest van het werk moet het lichaam natuurlijk zelf doen en daar komt weer die spininfarctie in Verschijning, want dat blockiert die Herstellprozess, die spininfarctie en die Strahlingsoverbelastung. En ich habe Erfahrung bei Menschen, die dann doch Rekurse haben, um bei Bronix-Spüler anzupacken, da die berichten können, dass sie besser konnten schlafen, sie konnten besser entgiften, sie fühlten sich schnell besser, sie waren schnell helder in der Hoofd, konnten besser denken. Dus das ist der Reden, warum ich da auch so aktiv da. Ich befehle das echt alle Menschen an, um zu tun. Samenvattend kann ich sagen, auf Latzo auslegen, ich bin Therapeut. Ich kann kein Mensch herstellen. Ich bin nicht lieber Gott, ich bin allein mal Therapeut. Herstellung muss das Lichaam selbst. Darum ist es belangrijk. Ich sehe mein Werk darin, Bakterien und Overlasten, Unebenwichte aus dem Lichaam drauf zu kriegen, dass das Lichaam in Staat gestellt wird, sich wieder zu können herstellen. Da hören natürlich Mineralien bei, da hören Vitamine bei, da hören heel veel dingen bij. Het is heel frustrerend voor Lyme-patiënten die al bij 10 verschillende therapeuten waren en ervaren geen verbetering. Nu is zo'n herstelproces kan tijd nemen. Dus het is vaak niet zo, we moeten ook de mensen ook een beetje trouwd krijgen dat denken ik neem een tablet en morgen ben ik beter. Want als ik die oorzaak aanpak, is dat een heel ander verhaal. Dan kan het zelfs zijn dat ik me maar even nog wat slechter voel. Dat kan gebeuren. Ich habe es selbst durchgemacht, aber eigentlich die Menschen können das sehr gut durchstehen. Und darum ist es für mich wichtig, wir müssen Stück für Stück anpacken. Wir müssen das Immunsystem sehr stark machen, weil das ist letztendlich das, was das Lichaam herstellt. Und das Lichaam auch gesund kann halten. Und das geht mit Spininfarktion aus dem Lichaam zu holen, aus den Zellen. Das geht mit der Anfüllung von Mineralien und Vitaminen, gesund essen, gesund trinken. Dus proberen zo weinig mogelijk milieuvergiftigingen binnen te krijgen.